Hey Joost, daar moeten we toch iets van het hart, hè? Want ja, jij zegt dan samen naast elkaar staan. Nou, ik denk dan hand in hand kameraden, zeg maar. Hè? Feyenoord. Ja. Ja. En dan kom ik op jouw kamer. Ja. Want ik heb je gisteren van de week even geholpen met, met inrichten. Ja, ja, ja. Wat doe je dan? En dan hangt daar een t-shirt van Heerenveen. Een t-shirt? Er hangt een echt geen t-shirt, er hangt een spelershirt van hier. Toen ik 5 was, overleed mijn vader en toen woonde ik in Heerenveen. En zijn collega werd mijn toeziend voogd. En met dat gezin ben ik al heel mijn leven lang altijd naar het stadion geweest. Dus het Jonge Schans, zoals het vroeger het Abelenska Stadion. Dus ik kom er nog 2-3 keer per jaar. Dus het is meer dan alleen een shirt. Het is dus eigenlijk... Zegt iets over jouw roots. Zegt iets over mijn roots, over mijn leven. Ja. En daarom hangt het overal waar ik ben.